Hallo Ali, hier live bij Punch-Out. Prelek tegen Don Tata. Ja, ik begin eerst even met Prelek. Prelek, wanneer had je auditie gedaan? Vorig jaar of zo, man. Vorig jaar. En een jaar later sta je tegen een auditant. Ergens staat dat, zou dat moeten zeggen dat de ontwikkeling misschien stil heeft gezeten of zo. Maar je komt gruwelijk. Was dit ook een moment dat jij van jezelf dacht van, nu moet ik wel deliveren? Weet je, de match met Don Tata die is gewoon gesetteld omdat ik heb een battle van Don Tata gejureerd. Dus het was wel een soort van een halve grudge match of zo. Dus het was wel dope dat het zou plaatsvinden. Plus Don Tata is ook gewoon dope, weet je. Hij heeft de doopste auditie van die dag neergezet, dus alleen maar respect voor hem. Don Tata, je staat hier een beetje gefrustreerd. Ja, maar bij die derde ronde, weet je wel. Die derde ronde heb ik gewoon gevallen. Niks persoonlijks hoor. Want zijn derde ronde is allemaal zijn duim gezogen, weet je wel. Maakt niet uit, want dit is wel zijn beste performance tot nu toe, weet je wel. Dat geef ik hem ook. Maar ja, ik bedoel, kijk, ik vind dat soort fake personal shit, weet je wel, dat slaat nergens op. Ja, maar in principe maakt toch geen malle moer uit. Nee, maakt geen fuck uit, maar... Ik zit ook gewoon fucked up dat ik die derde ronde heb gechoked, weet je wel. Dat was het meer, weet je wel. Ja. Dan ga ik ook gelijk afreageren op andere mensen, toch? Precies. Het is niks. Wat wel zo is, als je kijkt bijvoorbeeld naar je eerste ronde, heeft wel denk ik iedereen het gevoel van, wij willen volgende keer Don Tata weer in actie zien. Maar kijk, op het moment dat ik ook echt, gemotiveerd schrijf voor iets, wat ik bij die eerste ronde wel heb gedaan, dan komt het ook wel uit, weet je wel. Maar die tweede en die derde ronde, die klopt ook gewoon niet. En dat wist ik al van tevoren. Heb je daadwerkelijk geld op deze battle willen zetten? Nee, maar hij durft er geen inzet. Hij battle niet met inzet. Hoezo battle jij niet met inzet? Hoezo battle niet met deze? Met inzet. Oh, met inzet, ja. Waarom wel? Ik doe dat verder niet, man. Ik battle gewoon omdat ik het leuk vind. Verder niet. Alright. Ik zag net een beetje iets tegen Jeeves. Is dat dan ook de volgende tegenstander die je zou willen hebben? Het zou maar zo kunnen dat hij doorgaat naar de halve finale. Misschien zelfs de finale. Misschien wint hij zelfs. Dus dat gaat sowieso nog even duren als het zou gebeuren. En anders? Ik heb verder geen grudge tegen die man of zo, maar het zou dope zijn om hem te battlen. Don Tata, ik kan niet wachten om je weer de volgende battle te zien. Tegen wie zie ik jou dan? Ik heb geen idee, man. Ik heb geen idee. Heb je voorkeur? Ik heb wel veel voorkeuren, maar de meeste, mijn voorkeuren gaan eigenlijk uit naar de finalisten. Dus ik weet niet wie de volgende maand vrij is, weet je wel. Misschien over een paar maanden. Ja. Om 7 uur de battle online. Ga hem checken. Mijn naam is Alo Ali. Tot de volgende keer.